pionier van de Nederlandse griezelfilm natuurlijk. Dus alleen al daarom is hij heel belangrijk. Alle films die je ziet zijn Amerikaanse films, alle horrorfilms vooral zijn Amerikaanse films. En door zijn films gaf het eigenlijk blijkbaar dat het in Nederland ook gewoon kan. Ik ben natuurlijk stiekem, net zoals iedereen uit de filmwereld, het meest benieuwd naar de roddel en achterklap. Ik heb natuurlijk zelf ook op een blauwe maandag bij First Floor gewerkt. Ik heb uiteindelijk karakter voor hun gemaakt. Dus ik ben heel benieuwd van hoe Dick die tijd heeft ervaren. Nou, ik hoop dat Dick Maas eigenlijk opening van zaken geeft. Want hij heeft natuurlijk heel veel meegemaakt in zijn boek. Dat volgens mij elke beginnende filmmaker moet lezen. En ik hoop dat hij echt de geheimen van het actiefilmen in Nederland openbaar maakt. Want hij is wat dat betreft de leidinggevende persoon in Nederland. En ik hoop dat jonge filmmakers zich daardoor kunnen laten inspireren. Dick heeft een heel droog gevoel voor humor. Dus hij is niet rancuneus. En ik heb ook wel veel moeten lachen. Die anekdotes maakt gewoon heel leuk. Want boeken over hoe je film maakt zijn natuurlijk al veel. Maar dit is heel bijzonder, omdat je natuurlijk ook meteen de ervaring van Dick hebt. En al die jaren met acteurs en met filmcrews en met productiemaatschappijen. Dat komt er allemaal in terug. En dat is gewoon heel leuk om te lezen. Als je kijkt naar een aantal boegbeelden in de Nederlandse filmindustrie, dan is Dick Maas daar zeker een van. En ik hoop dat we ooit nog eens een keer met terugwerken op dit gesprek krijgt wat hij verdient. Want iedereen weet wel dat hij succesvolle films gemaakt heeft. Maar weinig mensen weten dat in een periode kwam dat de Nederlandse film echt op zijn gat lag. Ik hoop ontzettend dat hij heel expliciet zal zijn. Dat hij bijvoorbeeld over het filmfonds de dingen zegt die hij altijd als je privé spreekt zegt. Wat is niet altijd te rooskleurig. Ten tweede is Dick een brand. En dat is een van de hele weinigen in Nederland als filmmaker die een brand is. Als je zegt een Dick Maas film, dat betekent iets. Als je zegt een Aad de Jong film, betekent het niks. Want dan moet je de film nog leuk vinden. Zo zijn er, het succes is niet hetzelfde als een brand. Maar Dick is dus ook een brand. En dat is wel heel bijzonder. Nee, het boek is zeker niet rancuneus. Het is gewoon, het heeft een bepaald cynisme waar ik helemaal, waar ik dol op ben. Ik heb al een heel belangrijk deel van het boek gelezen. En ik heb alleen maar in het dubbel gelegen van lachen. Dus het is zo'n herkenbaar boek. Er zitten allemaal mensen die je kent. Het gaat allemaal over films die je kent. Het zit echt ook vol met tips. Dus dat vind ik wel eigenlijk wel heel erg grappig. Nou, het trekt mij heel erg aan dat hij heel erg durfde filmen in Nederland. En dat hij heel veel geld besteedt in de actiescènes. Want dat zie je bij andere Nederlandse films zie je dat helemaal niet. Ik weet niet of ik iets moet verwachten bij het lezen van het boek. Ik weet niet waar ik aan moet denken eigenlijk. Ik denk dat ik me gewoon laat verrassen. Als ik het ga lezen, dan zal blijken wat het is. En ik denk, Dick kennende, dat het ontzettend humorvol is. En dat er heel veel dingen in staan dat ik nooit geweten heb. Ik ben echt blij dat ik voor deze dag hier naartoe mocht komen om dit mee te maken. En wat ik echt moet zeggen is dat hij, naar mijn mening, behoorlijk ondergewaardeerd is geweest in een heleboel dingen wat hij gedaan heeft, dat mensen dat nog niet eens weten. En daarin denk ik dat het wat beter kan en dat het publiek zich misschien iets meer moet verdiepen in deze man, die absoluut een van de grootste talenten is dat we in Nederland ooit gehad hebben en nog steeds hebben. Het is echt een aanrader. Het is een van de leukste filmboeken die ooit in Nederland geschreven zijn.